Deze slippers wil ze niet meer uit. Ze slaapt er letterlijk mee. Nou, wat een dag jongens. Hallo. Lijkt me dat ik heel dag koffie aan het drinken ben. Dat is echt niet zo. We gaan nu oorbellen prikken. Heb je oorbellen geprikt? Ja! Ja! Zo, ik heb weer lekker gesport. Nou, Lua, de oorbel was er dus net alweer uitgevallen trouwens. Wat een gezeik. Oké, we gaan naar zwemles. School. Ik ga met jou mee met de zwembus. Woep, woep, woep. Van school. Hebben we alles? Zwemtas 1, schooltas 2. Ja, kom op, we gaan. Nou, wat een dag jongens, hallo. Ik ben vanmorgen vroeg Jentel en Lua, of tenminste met Jentel en Lua naar school gegaan. Jentel die had schoolzwemmen en ik ging mee. Toen ben ik Lua weer gaan halen bij mijn vriendin. Want die paste natuurlijk op Lua, want anders kan ik niet mee. Oh, toen ben ik even snel met mijn moeder en Lua naar het winkelcentrum geweest. Toen was er speer terug naar huis, want Jentel kwam uit school. Jentel uit school gehaald, gespeeld. Eventjes nog op schoolplein wat gegeten thuis. Toen door naar zo'n hele grote speeltuin bij ons hier. Met mijn moeder, mijn tante, met Juliette, met Britt. Echt superleuk. Alle kids bij elkaar. Net nog even boodschapjes gedaan. Ik ga zo eten warm maken. Ga lekker even in de voortuin denk ik eten. Het is best wel een beetje winderig, maar dat geeft niet. Een ijsje halen. Afscheid nemen van mijn nichtje, want die gaat emigreren naar Ibiza. Maar goed, wel heel leuk allemaal, toch? Ja. Ik ga een ijsje halen met de kids. We hebben net even buiten gegeten. En nu gaan we ijsje halen. Nou, wij gaan naar Sanne toe. Naar mijn nichtje. Want die gaat emigreren naar Ibiza. Naar jouw tante. Ja. Een goedemorgen. Jongens, ik heb gewoon een witte broek aan. Hoe lekker. Oké, wij gaan naar de winkel. We hebben vandaag 2 verjaardagen. Ja, 2. Daddy. Dit is nog super duper 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 lekker weer. Daddy en Arno en Ed. En jij ook? Dus we gaan naar de winkels. Oh, heerlijk. Step ook daar. Ja. Dat is gevaarlijk toch? Nou. Zo, ik heb lekker gekookt jongens. Ja. Oké, ik ben Lua de fles vergeten bij mijn vriendin. Ik kom bijloop. Het is niet eens zomer. Oh. Good morning, morning, morning. Goedemorgen Jentel. Goedemorgen. Wat gaan wij doen vandaag? Naar de zonpil. Joehoe. Deze slippers wil ze niet meer uit. Ze slaapt er letterlijk mee. Ja. Ja. Gaat papa werken? Gaat voor jou. Veel plezier vandaag. Zit er weer aan? Voedsel en Pip. Ga je naar Voedsel en Pip? Ja. 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 Leuk. Ja. Veel plezier. Pip, ga je mee? Ga je lief zijn? Nee, dus ga je mee? Oké. Ja. Papa nog een kusje? Papa een kusje? Veel plezier, lieverd. Wil je een kus? Oh. Het is vandaag zondag. Wij zijn uitgenodigd door Woezel en Pip om een theatervoorstelling bij te wonen. En wie hebben we daar? En wie heb je mee? Pupus. En jij? My Little Pony. Ja. Maar wij gaan dus naar Amstelveen. Nee, nee, nee. Hier zo, schat. Nou, naar Woezel en Pip dus. Hebben we er zin in? Yes! Lua, vond je Woezel en Pip leuk? Nog een Woezel en Pip toe. Wil je nog een keer naar Woezel en Pip toe? Ja. En jij, Jentel? Ik ook. Wij zijn weer thuis van een dagje. Waar waren we nou? Nee. Hoe heet het nou waar we waren? Oh. Amstelveen. Ik wil het wat anders zeggen. Het is nu bijna 8 uur. Dus kids moeten zo wel echt naar bed. Morgen weer naar school. Waarom moet het nou niet? Het water was op. Ik zeg maar tegen mijn moeder, er heerst echt een vloek op onze koffie vandaag. Hallo? Komt-ie.
Maar goed, we waren dus naar Hoes en de Pip geweest, naar de voorstelling daarvan. En nu thuis even nog koffie drinken. Lijkt me dat ik heel dag koffie aan het drinken ben, dat is echt niet zo. En dan naar bed. Lukt niet. Nou, het duurde even, man. Maar we hebben koffie, hoor. Let's go, Lua. Oh. Let's go. Let's go. Zo, jongens. Ik pak nog even deze tas uit. Maar ken je dat? Ik heb zo'n heerlijke mommy-tas. Maar die zit dan echt van de hele dag vol met allemaal zooi. Afgelopen broodjes bijvoorbeeld. Oh ja, en die veel te rijpe bananen die dus nu helemaal zo in mijn tas zitten. Nee, we hebben echt een hele leuke dag gehad. Het was echt heel fijn. En nu duik ik zo lekker in mijn bed. Hè. Ik ben echt een beetje heel gaar eigenlijk geworden nu. Dus ik vind het wel weer sloes voor vandaag. Ik zie er ook echt heel moe uit. Poeh. Goedemorgen. Maandag. Maandag. Tijd om de kids uit bed te halen. En om alles klaar te maken. En naar school en werk te gaan. Wat doen we ze nou? Gekke hoezel. Zo, ik ben iets eerder vertrokken van mijn werk, want ik ga nu naar de juwelier. Lua die zeurt, vraagt al de hele tijd om oorbellen. En eigenlijk vind ik haar nog veel te jong, maar ja, weet je, ze wil het echt super, super, super graag. Dus we gaan nu oorbellen prikken. Wat heb jij voor moois? Oorbellen. Heb je oorbellen geprikt? Ja! Yeah! Super knap. Trots op jou. En je ring? Mooi zeg. Mag je helemaal voor in mijn mama in de auto? Ik heb zo heet. Ja, het is ook warm. Wat hebben we net gedaan met je zus? Oorbellen. Deed ze wel goed, hè? Ja. Stoer meisje. We gaan rijden, oké? Ik doe me helemaal open. Ja, kijk jij dat je niet eruit vliegt? Nee. Wat heb jij zo meteen op school? Oh, de show. Ik ga naar jou kijken, oké? Nee, papa ook nog. Ja, ook, denk ik. Veel plezier op school. Ik hou van jou. Zo, ik heb weer lekker gesport. Ik ga nu naar een vriendin toe. Ik moet nog boodschappen doen, maar echt de weekboodschappen is echt veel. En dan heb ik om 3:00 bij Jent op de school een modeshow. Zij geeft een modeshow met haar klas. En dat is natuurlijk helemaal leuk. En dan heb ik ook nog eten koken. Als ik het haal, überhaupt. En zwemles. Wat gaan wij doen? Atletie. Gaan we naar Britty? En wie nog meer? Gaan we koffie drinken bij Britt, toch? Ja. Oké, let's. Wat mogen we dan doen? Let's go. Nou, de. Hoe heet dat geval? De modeshow van Jente op school was echt leuk. We hadden ook nog een kijkmiddag erachteraan. Dus mochten we even in de klas gluren. Dat was ook echt heel. Nou, een lekkere. Zo. Dat was ook leuk. Voor Jente een verrassing, want papa die kwam. Nou, Lua, de oorbel was er dus net alweer uitgevallen trouwens. Wat een gezeik. Ik ben natuurlijk best zeer. Nou, die ik wou vroegen. Dus dat was even niet zo heel erg gezellig voor haar. Maar ook niet voor ons. Ik vind dat heel sneu. Maar hij zit weer. Gelukkig dat Ricardo dan nog eerder thuis was vandaag. Want met z'n tweeën is dat toch fijn, hè? Dus dan gaan we weer. Ik heb dat met Lua ook, of met Gentle ook gehad. Al die namen. En toen was het best bij haar dichtgegroeid. Maar nu dacht ik, dat ga ik geen tweede keer doen. Dan maar heel even schreeuwen en ja, even pijn hebben, sorry. Maar dan zit hij wel weer. Nou, goed gesprek. Lekker kort ook. Ik
ga even verder met aardappels schillen, voordat ik zo in mijn vinger zit. En dan de rest even een beetje strak trekken.